Nederlands. Over wie heb ik het? Over niemand anders dan Herman Brood. Hi Herman. Dag. Je bent al druk voor ons bezig. Ja. Laten we even kijken naar de schilderijen die je hier hebt meegenomen. Ik had het over rock'n'rollster, maar je wordt steeds bekender als schilder. Dat bijvoorbeeld, dat is jouw impressie van incest. Wat voor titel heb je het meegegeven? Papa kus kutje, want... Papa kust kutje? Papa kus kutje. Het is de wens toch op de lippen van elke kleuter. En ik probeer hier een beetje mee die op de hele zware te doorbreken. Wat er altijd over de... Incest, volgens Herman Brood. We hebben daar een makkelijke stoel en een bank staan. Zullen we daar naartoe lopen? Dan gaan we zo wat verder schilderen. Ja? Gaat dat? Herman, als we even goed nadenken. Je bent wel wat veranderd. Ik had het over het feit dat je een rock'n'rollster was. Maar je bent ook vader geworden. Je bent getrouwd. Volgens mij ben je een burgerlul aan het worden. Ja, nou, maar ik geloof dat het meest burgerlijke is wanneer je bang bent om burgerlijk te zijn. Oude Chinese. Daar zitten, dames en heren, Herman Brood. Je bent beroemd, excellentie. Ze vinden je heel erg leuk nog steeds. Zou dat dan komen door die muziek of die schilderijen? Nou, je moet het zien als een eenheid, hè. Een totaal gebeuren. Dus wanneer ik een hit heb, zal ik misschien een extra schilderij verkopen. Wanneer ik een extra schilderij verkoop... In die tijd had ik in ieder geval een hit kunnen schrijven. Ja, ja. Zeer in de weg, ja. Milaas, je had gisteren, dan ga ik toch even door op die schilderijen van je... had je een afspraak met een hele grote kunstmakelaar, als ik hem zo mag noemen... die voor heel veel geld bereid was om jouw rechten over te nemen. Zo zat het een beetje. Hoe is dat afgelopen? Nou, dus voor de ene partij natuurlijk plezierig en de andere partij... dramatisch. Maar voor mij, het is mijn beslissing. Dus, Ga je het niet doen? Gaat niet met hem in zee? Ja. Wel, vroeger geld? Nou, dat is niet... Ik kan het niet kort samenvatten. Nou, volgens mij is dat redelijk kort samen te vatten. Daar het ging om heel veel geld, begreep ik. Nou, het gaat mij erom dat ik zo snel mogelijk beroemd wil worden als schilder. Dus er geen tijd is te verliezen. Hij kan jou internationaal ook gaan coachen en over de grenzen brengen. Ja. Wat heeft hij geboden? Een ton? Twee ton? Een miljoen? Nou, dat is... ik zal je eerlijk zeggen, daar hebben we het niet eens over gehad. Waar heb je het dan over gehad? Over de mogelijkheden die hij heeft om mij te, in het buitenland te lanceren. Hij zit tot zijn nek in de kunsthandel en... maar het is goed dat je erover begint, want er zijn toch belangrijke aspecten. Die van het, of het 1 ton, 2 ton enzovoort. Je moet altijd tonnetjes, dan moet je denken, dus een jaar of 50 weken. Dan is 1 ton natuurlijk niet toereikend. Dat heb je nodig, hè, voor een redelijk bestaan. Als ik de straat op ga, ben ik het ook kwijt. Ja. Je hebt... ook een eigen galerie sinds kort waar je zaken in tentoonstelt. Ja, voor hoeveel verkoop? Ik vrees sinds kort dan ook weer niet dat hij misschien wel. Ik weet niet of het nog. Het is weer opgehaald. Omdat de nieuwe baas in kwestie zelf een enorme galerie heeft. Dus, wie is het? Lex Daniels heet hij. Ja, bekende man. Voor hoeveel verkoop je op dit moment die schilderijen van je? Ze gaan voor enorme prijzen weg. Nee, dat valt mee hoor. Nou, valt het mee, ja. Nou, als je het vergelijkt met Karel Appel of Corneille, dan... tenminste, ja, ik sta in hetzelfde hok, dus wat dat betreft is het dan peanuts natuurlijk. Hè. En ik begrijp dat de schilderij die... Zo tegen de 10.000 gulden, maar dat is een hele grote, hoor. Hoe lang doe je daarover? Lullige burgerlijke vragen. Ik ben iets kritischer geworden, dus het gaat niet meer zo heel erg snel. Want het ging rap in hoog tempo altijd. Ja, maar tegenwoordig wil ik ze nog wel eens weer overwitten. En opnieuw beginnen. Ja, dus, maar ik schilder altijd een soort simultaan schilderen. Dus ik zet er een stuk of 10 in de rondte en dan ga ik aan de gang. Soort, Je schildert aan 10 schilderijen tegelijk? Ja, zoveel als ik kan.
zodat ik, wanneer ik nog wat, bijvoorbeeld wat cadmiumgeel aan de kwast heb, dat ik dat niet hoef te laten verdrogen. En dan kan ik altijd een stukje, ook om mezelf te entertainen, om dus een soort van de spanning erin te houden voor mezelf. Dat ik steeds een ander... Het is ook niet ongebruikelijk voor jou dat je er 48 uur achter elkaar doorschildert, hè? Dat is heel gebruikelijk, ja. Ben je dan niet... Dat is gewoon, maar dat is een heel regelmatig leven, uiteindelijk. Nou, als je dat enkele jaren doet. Volgens mij ben je... Nachtje slapen, nachtje niet slapen. Ja, ja. Markt te brengen als bolpennen, geverfde bolpennen, beschilderde kussentjes en dat soort zaken meer. Ja, zeker. Ik bedoel, alles wat op dat gebied verboden is, dat zou ik sowieso graag willen doen. En ja, ik ga boksballen opschilderen. Ik denk dat die enorm inslaan. Als mensen dan zeggen, Brood is geen geëngageerde kunstenaar. Maar hij doet alles wat voor zijn voeten komt. Maak je dat wat uit? Geëngageerd. Je bedoelt dat ik dus mij met politiek of zo iets moet bezighouden? In welk verband bedoel jij dit? Nou ja, goed, als kunstenaar wordt er een bepaald gedrag van je verwacht. Een zekere status. Je gedragen naar het beeld wat mensen graag van kunstenaars hebben. Ja, nou, dat is een dagtaak natuurlijk. Ja. Ik dacht dat ik dat uitstekend deed. Weet je wat ik opvallend vind, hè? Dat je echt alles wat je aanpakt, dat het bijna goud wordt. Het was het zingen, het zijn nu de schilderijen, het is het schrijven geweest. Je hebt een boekje geschreven wat uitstekend liep. Ben jij zo begenadigd? Het zal misschien een beetje ongeloofwaardig zijn voor de mensen. Nou moet hij weer, dan moet hij weer schrijven, dan moet hij schilderen. Maar ik heb mijn hele leven geschilderd, dus wat dat betreft is het eigenlijk heel... Het is niet zo dat ik op latere leeftijd plotseling ben gaan schilderen. Wel op groot formaat, maar... De muziek heeft dat een tijdje dus overgenomen en nu ben ik weer... Wat mij ook verbaast is dat iemand die zo notoir aan alcohol en drugs zit, zoals jij dat doet, dat hij zo lang professioneel, leeft. Nou, lang leeft, maar ook dat hij zo professioneel in zijn werk is om te beginnen en dat hij niet in de goot ligt. Hoe verklaar je dat? Doordat je professioneel werkt, kom je niet in de groot. In eerste instantie. Maar ik denk dat ik die discipline dan... dat ik heel gedisciplineerd gebruik of zo. Ik bedoel dat ik elke dag zorg dat ik genoeg binnenkrijg. Wat een vitamine? Of aan drank en drugs? Ja. Denk je wel een beetje aan je vitamintjes, Herman, of niet? Nou, ik beweeg heel veel, ja. Vitamintjes, ja. Vitamintjes. Ik heb er niks mee, hoor, met al die... Nee. We hebben het over schilderen gehad. Je gaat zo op de zingen voor ons met je Wild Romance, met je band. De rock and roll ligt een beetje op zijn kont, hè? In Nederlands. Ja, maar dus... daar zijn we toch niet zo erg van afhankelijk, hoor. Voor ons ligt het eigenlijk niet op zijn kont, nee. We houden het zelf een beetje... tegen, dat we niet... constant het land rond willen gaan, maar behalve onze band ligt het geloof ik wel op zijn kont, ja. Kan je dat wat schelen? Vind je dat erg? Ik vind het niet zo erg, hoor. Hoezo niet? Opgeruimd staat netjes. Nou, opgeruimd. Nou, natuurlijk, het is heel erg, want bijna elke band, iedereen geeft het op gewoon, dus... Nederland is niet meer in voor muziek. Dan kan ik me voorstellen dat iemand zegt... Het is heel tragisch, ja. Toch wel. Dat iemand zegt, waarom ga je niet fulltime schilderen? Kun je een smak geld mee maken, maar dat maakt je ook niet veel uit. En stop met je muziek. Kijk, we zijn nu bezig met het opnemen van een LP. En dan had ik me voorgenomen om een maand niet te gaan schilderen. Maar dat werkt helemaal niet. Dat is niet iets wat je kan zeggen. Je kunt niet zeggen, nou, ik ga nou niet meer schilderen. Of ik ga niet meer vreemd. Of ik ga niet meer... Als ik op vakantie ga, dan ga ik eens even lekker 5 weken in de vakantie. Dan treed ik nog elke dag op met de eerste, de beste nachtclub band. Dus dat is iets wat... Het is een straf voor mij om het niet te doen. Zit in je cellen. We hebben een LP die jullie niet zo lang geleden hebben uitgebracht. Dat zijn covers van oude hits. Ik heb hem gisteren gehoord. Voor het eerst moet ik je tot mijn schande zeggen. En daar staat op What Becomes of a Broken Heart van Jimmy Ruffin. Deze keer gespeeld door Herman Brood en zijn Wild Romance!
Dat is heel oud al, dit nummer, geloof ik, hè? Ja. Met welke jaren, weet je dat nog? Nee. Ik ben het ook even kwijt. We gaan gedurende deze uitzending, althans jij, laat het maar niet aan mij over, nog 3 schilderijen maken. Dan heb je nog precies een half uur de tijd. Denk je dat je het redt? Ja. Goed, we gaan kijken. Ik zie je zo meteen. Handige cameraman van Nederland ingehuurd om daar eens te gaan kijken. Ben je daar, Paul? Ga het maar weer een keer proberen. Ga eens even bij het brood kijken voor me. Om het hoekje. En wat zien wij dan? Zien wij kunst uit Nederland? Herman, hoor je mij? Ja, zeer goed, ja. Hé, kijk eens, de techniek. Gaat die goed? Ja. Je hebt ongeveer nog 10 minuten, denk ik. Nou, ik was eigenlijk al klaar, maar ik zit nog een beetje te... Nou, we komen zo meteen bij je terug. Ja. Nou, Herman laat zo meteen het resultaat zien van deze Noeste schilderarbeid en de ontwerpen die we hebben gehad. Kom even dichterbij. Wat stelt het voor zo? Ja, hier het grofweg. Gevangenis, hè? Ja. Ik wou ze cadeau doen aan Amnesty International. Ah, dat vind ik heel goed. Dat we misschien een weeshuis kunnen bouwen of nog wat opvangcentra. Zullen we zo afspreken, Herman, dat we dit volgende week
nog een keertje laten zien. En dan gaan we gewoon kijken wie het hoogste erop biedt. En dat komt er goed aan Amnesty International. Zullen we dat doen? Ik heb trouwens ook een cadeautje voor jou, want jij hebt van die mooie schilderijen gemaakt. Kijk, deze stond er al een tijdje en die geven we weg aan onze beste gasten. Die kun je dan leuk op je slaapkamer hangen. Wat vind je ervan? Dat ben ik. Ik vind het erg als ik hem een beetje meer gelijkend... Ja, dat geeft gang. Wat wil je ermee? Kaartjes sturen naar het programma Berg. Dat is postbus 1122 L1010 in Luxemburg. Postbus 1122 L1010 in Luxemburg. Ter attentie van programma Berg.